Maar de volgende YouTuber worden zonder diploma. Hé hey man, kan je het voor de deur zetten? Want wij hebben allemaal corona, helaas. Dus. In het diepe, wat je weet zo bent. Er zit volgens mij niks. Goedemorgen, jongens en meiden. Welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Hoi joh, heb je mij gemist de laatste 2 dagen? Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Jongens en meiden. Bizar. Ik heb weer energie. Niet normaal. Ik heb de 2 laatste dagen. Hey! Kijk wie er ook is. Ik heb de 2 laatste dagen alleen maar op bed gelegen, op de bank gelegen, film gekeken, niks gedaan. En we hebben echt alleen maar liggen slapen. Jij ook? Ik zou nog steeds wel kunnen slapen. Maar wat hebben wij bedacht? Wat hebben wij bedacht? Dat we ons mentaal goed gaan voelen. Oh, in de hoop dat we dan ook fysiek beter gaan worden. Klopt, we gaan gewoon de hele tijd denken van we voelen ons lekker, we voelen ons goed. En dan moeten we ons misschien ook gewoon beter voelen. Maar jongens en meiden, goedemorgen dus. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik kan dus eindelijk weer vloggen. Ik heb eindelijk weer de kracht. Want ik heb dus, nou, zoals ik al zei, alleen maar op bed gelegen. En het was echt niet te doen. De koorts, de hoofdpijn, de keelpijn, alles. Het was gewoon echt een drama. Ik denk dat ik om 4 uur mijn bed uitkwam en dat ik toen even ging eten. Daarna weer terug mijn bed in ging, film ging kijken en daarna weer ging slapen. Dat was letterlijk de 2 laatste dagen hoe het eraan toe ging. Huh? Ik dacht dat je nu al had gegeten. Nee, nee. Maar ik heb dus deze 2 dagen echt even voor mezelf moeten kiezen, voor mijn gezondheid. Zodat ik gewoon weer nu lekker energie heb en dat ik nu weer er tegenaan kan. Want ik denk, als ik dat niet had gedaan, als ik vlogs had moeten maken, dat ik me gewoon nog steeds 10 keer kutter had gevoeld. Wel echt ontzettend kloten, want ik heb letterlijk 2 jaar lang achter elkaar elke dag een vlog gemaakt. En nu gewoon is die streak voorbij. En dat voelt wel echt ontzettend kut. Dus we gaan vanaf dit moment gewoon weer die streak opbouwen. Ik moet ook zeggen, ik had niet verwacht dat ik als ik corona zou krijgen, dat ik het zeg maar met deze klachten echt zo heftig zou krijgen. Ik had best door kunnen vloggen als ik gewoon geen klachten had gehad. En dan had ik gewoon hier in quarantaine gezeten en echt wel leuke dingen kunnen verzinnen. Maar het kon nu gewoon niet, omdat ik lag op bed en ik kwam er gewoon niet uit. Zoals ik al zei, ik lag al tot 4 uur 's middags op bed. Vincent ook, Jade ook. We hebben echt niks kunnen doen deze laatste 2 dagen. Het is nu ook 1 uur. Vincent ligt ook nog lekker in zijn bed. Maar ik hoop dat jullie blij zijn dat ik weer in ieder geval de vlogcamera opgepakt heb. En dat ik weer terug ben en dat we er weer tegenaan gaan. Wie weet voelen we ons misschien vanmiddag al helemaal kut. En kakken we weer helemaal in. Maar het gaat echt goed, hè, nu? Het gaat mentaal heel goed, zeg maar. Ik hou me sterk. Hey! Ik ben weer aan het vloggen! Goedemorgen! Hey, goedemorgen! Nee, ik wil gewoon zo met de badkamer weer open. Ja. Straks sta ik niet zonder handen. Oh, hoe voel je je, jongen? Ja. Oh, oké. Okay. Daarom. Oh, ook. Okay. Ik ben niet optimaal, maar we kunnen wel weer tegen gaan. Hey. Op zich ook wel geinig dat iedereen zei van, oh, laat Vincent de vlog een dag overnemen. He, leuk, leuk. Weet je, als jij niet kan vloggen, ik dacht ook van, dan kan Vincent het doen. Komt Vincent thuis? Hey, ik ben ook positief getest. Oh. Ja, dus dat kon ook allemaal niet doorgaan. Anders had Vincent sowieso natuurlijk even 2 dagen de vlog kunnen overnemen. Maar het zat gewoon allemaal tegen. Het kon allemaal niet. We gaan even lekker een fruitsalade nemen. We gaan ook even paracetamol naar binnen klappen. Hè? Want dat is toch Voor de zekerheid. Nou ja. Wel super lief trouwens. Mijn opa en oma en mijn vader en iedereen die hebben allemaal ook boodschappen gebracht. Dus dat is super chill. Hoe het met mijn opa en oma ging, dat was een van de dagen dat ik wel besloot om te vloggen, maar het toch echt niet kan. Ik zal het jullie even laten zien hoe dat eraan toe ging. Luister dus, als je van de week nog spullen nodig hebt, want dat je dus onder andere nog wel binnen moet blijven en dat er alles, maar dan moet je dat gewoon even zeggen, hè? Is goed, komt goed. Dan bellen, hè? Dankjewel. Want bellen, dat vind ik leuker dan tikkies of appjes of zo. Je kan in een zinnetje met praten, kan je 10 keer meer vertellen dan 1 appje. Dat is waar. Dat is helemaal waar. Dat is echt belachelijk, hoor, want dan moet je af en toe een conversatie van 1.5 uur, dan weet je nog niet. Ik vind WhatsApp soms ook helemaal kut, inderdaad. Dat is helemaal irritant. Nou, dat ging wel, maar je weet wel een boodschaplijstje. Ja, ik dat klopt. Ik heb het ook met de vrouw des huizes besproken. Ja. Hey, we komen hier heel ver mee. Ja. Oh, jongens, frisse lucht is echt een redding. Hey, hoe heb jij je gevoeld de laatste 2 dagen? Nou ja, het komt steeds met vlagen. Ja? Elke keer is het weer anders. Ik werd eerst 2 dagen wakker en dan zei ik dat bed. Ja, dat was echt erg, jongens. We hebben echt 1 nacht gehad dat je gewoon alsof je in je bed gepist hebt. Ja, gewoon alsof er gewoon een emmer water in. Kijk, ja. Ik weet hoe het voelt, omdat ik meestal altijd water in mijn bed gooi. Dus kijk, voor mij was het niet zo. Maar ja, bro. Dat is echt naar. Ja. Wakker wordt in een nat bed. Dat is echt fucked up. Nou, we gaan even lekker de dag beginnen met een koffietje. Zo, rustig. OG, mag misschien suiker? Oh!
Nou, nog een shotje. Oké, wel wat. Opnieuw. Take 2. Yo, G, mag ik suiker? Ah, kut. Oké, jouw beurt. Nope. Voor de mensen die corona gehad hebben, ik weet niet of jullie dit ook hebben, maar als je een cappuccino drinkt of een tosti eet, alles proeft echt heel anders dan hoe het normaal gesproken zou moeten proeven. Dit proeft totaal niet naar een cappuccino. Alsof ik chocolademelk aan het drinken ben of zo. Zal ik jullie eens wat goors laten zien? Kijk eens even, het bad. Hier achter me is gewoon, het lijkt net alsof iemand erin geplast heeft. Ja, die had dus een bruisbal. Hé, hey, en ze heeft na 3 dagen weer make-up over. Ja. Ja, dan had dus een bruisbal erin gegooid. En het lijkt echt alsof er urine ligt nu hier in het bad. Alleen hij is verstopt, dus we krijgen hem nu ook niet, we krijgen hem niet meer leeg. Nou, hij is niet verstopt, alleen wij weten gewoon niet hoe het bad open moet. Nee, maar dat is omdat we dit bad hebben 2 keer gebruikt in de tijd dat ik hier woon. Hoe erg weet je niet eens hoe het bad open moet? We hebben echt alles geprobeerd. Maar... ja, super stom. Hé, jongens, kijk eens, deze kast is af. Hij is nu hetzelfde verlicht als de spiegel. Hé, we moeten nou wel echt even die schoenen erin gaan zetten. Ja, dat ga ik zo meteen doen. Ik was er al van plan, maar... Waar ga jij heen? Je hebt een tas vast. Ja, ik moet een foto maken. Als we maar... Ik wil net zeggen, waar ga je heen? Ik ga even lunchen, boys. Doe even... Ik zag het op de grond liggen, jongens. Ik dacht, nou, Gio, dit past perfect. Hier, wacht, bij pas. Nou, omdat ik pas dit niet. Heb je hem nou verkeerd om? Nee, dat hoort toch zo, jongens? Het is toch vrouwenkleding? Oh, dit is... Wacht, doe die eens dicht. Hoe heet dit nou? Bro, ik heb geen fucking idee hoe vrouwenkleding werkt. Zo. Oh, wacht, nee, ik weet het. Ja, nee, andersom. Nee, kijk, zo. Je kan 2 kanten dragen. Oh, shit. En, wat vinden we ervan? Wist je dat Arie staat dus nog niet heel slecht of zo? Ik zie jou dit nog wel naar. Hij lijkt een beetje op een tolgelaar. Ik zie jou dit nog wel op een première dragen eigenlijk. Als je een lange broek had geweest, dan was het gewoon een prima pak geweest. Corona. Ja, het doet dat met je. Weet je nog dat we de grappen maakten? Je hebt corona. Ja, het was echt zo. Ja. Ook. Jongens. Sorry voor deze nare beelden. Ik hou het toch liever bij deze oudjes. Ik vind het toch wel iets beter. Hey, maar wel echt leuke kleding, ja? Dank je. Echt leuk. Ik denk dat ik het niet meer zo snel aandoen dan dat ik gelijk zo'n flashback naar je heb gekregen. Maar, thanks. Nice. Nou, alle gekken ga je dus maar even achter ons laten. We gaan nu even sowieso deze kast inrichten, want dat is de bedoeling. Sorry jongens voor mijn rare trekjes soms. Weet je, hoort erbij. Wat wordt de indeling van de kast? Ja, dat weet ik. Mijn schoenen komen, bovenaan zo te zien. Kijk eens. Hoppa. Maar ik ga toch nooit passen? Ze moeten omgedraaid. Omgedraaid. Ja, dat is mooier. Ja. Kijk, zo zitten we dus ook al 2 dagen. Vincent die gewoon keihard muziek aan het pompen is beneden. Hé! Hey! Vincent! Hij doet het ook gelijk uit. Kijk eens aan, de eerste staan al allemaal hier zo. Hier staan ook schoenen, kijk eens. Nou, het begint nu echt een beetje op een schoenenkast te lijken hoor. Ja, ja. Daaronder staan de schoenen van Jade. Ik ben benieuwd of we vol krijgen. Ik vind het wel echt gaaf zo om dat hier zo in de gang te hebben nu. Oh. Kijk eens, Vincent vult de laatste schoenen nog even bij. Zo, dit ziet er wel gaaf uit, vind ik. Als je zo al die verschillende schoenen ziet staan, hij is nu... Ja, kijk eens, hij is volgens mij helemaal vol. Zo. Hey. Nou... Nou, dit blijft gewoon 2 weken zo, want voor straks wordt alles weer eruit getrokken. Ja, klopt. Ja, en dan staat de linkerschoen staat opeens onder. Ja. Maar het is leuk voor het idee. We gaan het proberen zo netjes mogelijk. Wat staat deze zielig bij? Ja, die moet je even in de wassen, want die zijn dus echt leuk. Dat zijn hoe heet die? All-Stars. Oh ja. En dan gaan we van wit naar blauw. Ja, is stijlvol. Woe! Het is vandaag maandag en eigenlijk zou Jade dus vandaag de diploma-uitreiking hebben van school. Maar ja, alles door corona kunnen we daar dus helemaal nog niet bij zijn. Hoe kut, 6 jaar lang op school, of 5 jaar lang op school gezeten. En nu precies op het moment dat ze de diploma hoort te krijgen, nou ja, heeft ze dus corona. Maar ze krijgt dus nu online alsnog de diploma, een soort van uitgereikt. Omdat het nou dus niet op school kan. Heb jij een diploma? Ja. Oh. Heb jij een diploma? Ik baalde zelfs echt van dat ik ook gewoon niet mee kan. Want ik had ook meegegaan naar de diploma uitreiking. En had ik ook eindelijk Jade de school kunnen zien van binnen. Maar ja, dat kan ook allemaal jammer genoeg niet. Sorry, ik zat mee te kijken achter op het schermpje. Oh, en was het goed? Ja, nee, het shot was heel raar scheef. Zo scheef en dan jouw hoofd half. Nee, serieus. Jouw hoofd half in beeld. Oké.
Hé, hey, daar zijn we weer. Quarantaine zit, is dat niet echt helemaal een gepaste begrip om nu te roepen. Maar het is natuurlijk wel zo. Jij zei het een hele jaar tegen mij. Ja, ik wil niet de volgende, sorry die ook weet ik met jou zit, maar de volgende YouTuber worden zonder diploma. Dat zei je de hele tijd. Ik weet niet hoe ik met hem zit, maar dat wou jij niet. Maar je vond het op het einde wel echt een pittig verhaal. Je werk ging natuurlijk een heel grote rol spelen. En ja, daar hoor jij natuurlijk ook. Ik ga natuurlijk ook geen vervolgopleiding doen. Dit is wat jij wil. Dit is wat jij denk ik ook extreem goed kan. Dit wereldje, daar hoor jij thuis. Ik was heel blij. En ik heb er niet aan getwijfeld. Ik ben echt slim genoeg om dat diploma te halen. Maar om het in combinatie met alles daaromheen te doen, vind ik echt super, super, super knap. Dus ik vind het super leuk om je toch heel even nu zo toe te spreken. En wij gaan een afspraak maken voor als je natuurlijk wel weer uit je huis mag, uit quarantaine mag. En dan gaan we elkaar zien en dan krijg je gewoon van mij nog een diploma. Maar bij deze, we gaan even af. Jade krijgt nu de uitreiking. Hey. Nou, ze moet dus eigenlijk nog steeds. Ja, hey, nu heb je nog steeds geen diploma. Nee. Nu moet je hem nog steeds ophalen. Maar ik mag wel naar school om hem nog op te halen. Dus ik mag. Ja, want we moeten hem hier in huis op gaan hangen. Ja. Dat is de bedoeling. We willen Jade de schooldiploma dus hier in huis ophangen. Naast mijn playbuttons en zo. Om te laten zien dat iemand toch nog zijn school heeft afgemaakt. Dat iemand wel nog wat kan hier in huis. Ja. Gehaald, ja joh. Laat mij in godverdomme buiten. Vincent, ik ben er klaar mee. Kap is met de hele dag films kijken. Kap er eens mee. Ga eens een keer wat uitvoeren met je leven. Doe eens een keer wat. Stop met films. Wat de fuck moet je dan gaan doen? Stop met films kijken. Ik ga even boodschappen. ik kan helemaal niks, jongen. Ja, ik denk dat ik dat het ergste vind van de quarantaine. Dat je kan niet eens even boodschappen gaan doen. Nee, en ik kan ook niet eens een film kijken, omdat dan moet Gio weer een beetje druk gaan doen. Dus je gaat maar gewoon. Je voelt mij de twee laatste dagen chillen, hè? Ga maar weg. Ga maar lekker ergens anders. Gaat hij weer onder zijn dekentje? Kijk, je echt top. Kijk, laat eens even uitrusten een keer. Kijk hoe zielig erbij liggen dan. Nou. Ja, jongens, ik moet zeggen, die laatste twee dagen voelde wel echt raar om een soort van helemaal offline te zijn. Ik heb ook niks op mijn Insta-stories gegooid. Ik was gewoon Even helemaal van de planeet af. Het voelt echt raar. Kom. Ah. Boys. Kijk dan. Het is oké. Okay. Ah. Gewoon een week. Yo. Hey. Kan je het neerzetten? Want wij zijn allemaal positief getest. Oh ja, nee, is goed. Even kijken. Ik bedoel, ik wil het best aannemen, maar dan loop je risico. Ik snap het. Nee, ik zet het voor de deur nu. Is goed, dankjewel. Dank je. Straks komen ze ook nog sushi brengen, maar we moeten dus elke keer ook tegen de bezorgers zeggen van yo. Oh ja, hey, Sam heeft het ook. Jij hebt ook corona. Ik ben safe. Nee, je lult. We moeten dus elke keer tegen de bezorgers zeggen van yo, blijf maar op afstand of zet het maar neer. Want anders is het niet zo lekker voor hun natuurlijk. Besef even hoe goed Jade er vandaag ook gewoon uitziet terwijl ze gewoon aan de corona zit. Of dat je gewoon corona. Moet ik wel zeggen, nu blijft wel de hele avond aan de bank liggen. En ik ga mijn pizza openen. Oh, wat lekker. Hé, man, kan je het voor de deur zetten? Want wij hebben allemaal corona, helaas. Dus, top, dankjewel, maat. Yo, fijne avond. Ik wil ook naar buiten kunnen lopen. Ik dacht dat je iets zei, hé, man. Ja, ik verstond ook, hé, man. Hé, man. Jongens, een liedje van Vincent, die jullie nog niet gehoord hebben. Wat zit je te lachen? Wat zit je te lachen? Niks. Luister maar. Oh jee. Moet hij dit droppen of niet? Zo, ik ben lang. Ik ben op een brand in mijn man. Dit is niet eens van Vincent, dit is niet van jou. Heerlijk, dit is van haar. Zo, ik ben lang. Te veel vuur op een brand in mijn man. Ja, die echt heel hard. Oké, nu echt een liedje van jou. Vincent heeft ondertussen nog steeds geen muziek gedropt. Hij gaat het wel nog steeds droppen. Jullie weten hoeveel maanden ik het er al over heb in mijn vlog. Dus, komt-ie. Drop nu een liedje. Laat erin horen. Gewoon eentje waar je trots op bent. Eentje waarvan jij ook denkt van, oh ja. Die echt een keer leuk is. Wat zei je? Die een keer leuk is? Zei dat nou? Sorry, wie is hij? Grapje! Vond jij het grappig?
Ik heb ga maar naar huis, al wachten. Spring je met me in het diepe, diepe. Oh ja, deze. Want je weet je bent mijn diepe, deze is nice. Diepe. Komt ie. Spring dan met me in het diepe, diepe. Als je ik heb iemand dieper, dieper in het diepe. Spring je met me in het diepe, diepe. Want je weet je bent mijn diepe, diepe. Spring dan met me in het diepe, diepe. Samen met Doughboy. Welke vonden jullie beter? De eerste of de tweede die jullie nu net horen? Ik vind de eerste. Die eerste is ook weer leuk, man. Dankjewel. Maar weet je al wanneer het gaat uitbrengen? Of? Ik hoop september. Oh, dan echt? Ja. Allemaal even frisse lucht. Zullen we vanavond weer een leuke horror gaan kijken met z'n allen? Ja. Hey. Jawel, daar heb ik echt zin in. Ja, durfde niet meer naar het toilet vorige keer. Nee. Slenderman aan het kijken. Ze dacht dat Slenderman via het toiletraampje naar binnen zou komen. Dat was eergisteren. Maar jullie kijken allemaal die gore films. Nee, enge films zijn gewoon leuk. Alleen maar wat jij er niet inspeelde, hè? Ja, maar was bij een rol dan. Ja, besef, toen ging ik dus nog niet zo heel goed met Jade om. Helemaal wel. En er was toen wel een keuze dat Jade in de film mocht spelen, maar dat is toen niet gebeurd. Heb jij, dat was jij, hè? Ja, jij was het. Ja. Pik, hoest even in je hand of zo. Ja, zo, je hebt toch al corona. Ja, dus. Ja, wij gaan. Ja, wij gaan de auto in. Want dat is nog het enige soort van vrijheid dingetje wat we een beetje hebben. We kunnen tenminste nog wel gewoon. Als we maar niet met iemand in contact komen, als we niet ergens naar binnen gaan. Dan ben je safe. Dan zijn we safe. Maar ik wil gewoon even wat anders zien dan. Het huis. We gaan gewoon even lekker een rondje doen in de auto. Vinden we gewoon even leuk. Brengen we dus ook geen andere mensen in gevaar? Dat is natuurlijk prioriteit nummer 1. Dus let's go! Stel je voor, hè? Ik had het daar gisteren met Vincent over. 400.000 mensen hebben ongeveer de video gezien dat we corona hebben. Ja. Wat nou als wij nu gewoon. Stel je voor dat we nu gewoon uitgaan vanavond. Of als we gewoon ergens gaan zitten. Hoe kijken mensen ons dan aan? Wat zullen mensen dan gaan denken? Wat zou er dan gebeuren? Niet dat we het van plan zijn hoor, totaal niet. Maar omdat natuurlijk nu zoveel mensen te vanaf weten dat wij het hebben. Ik denk gaan dat mensen er wel afstand van je nemen? Dat ze denken van, joh, wat doe je hier? Of. Daar ben ze wel ja, bang of ze zijn. Gaan ervan uit. Ja, geen idee. Ik pak maar bel ja eventjes. Nou, zullen we dat maar even niet doen? Nou, we mogen niet. Oh, jongens, soms mis ik het. Soms mis ik het wel hoor. Het mooie leven in de stad. Kijk eens. Telkens toch als ik hier rij, heb ik toch een klein beetje. Ja, een klein beetje wel. Maar het is meer gewoon. Het is nu echt een heel ander huis. Gewoon echt een tegenovergestelde. Ja, maar ook gewoon alle herinneringen daar in het appartement en zo. Ja. Gewoon zoveel meegemaakt daar. En ja. Best wel raar dat het dan gewoon niet meer voor jezelf is. Nee. En we zijn er weer uit. Is het benauwd buiten? Benauwd buiten? Dat valt wel mee hoor. Oh, kijk hem zitten. Kijk hem zitten dan. Zie je nou FIFA spelen? Ja, kijk hem daar als in zijn eentje zit. Ah! Helemaal geconcentreerd. Ik zag dus laatst een bedrijf wat keukens wrapt. In plaats van auto's dus. Blijkbaar bestaat het ook, wist ik dus niet eens. Dus eigenlijk kan ik dat ook nog doen. Omdat ik natuurlijk altijd gezegd heb van, joh, ik wil mijn keuken echt zwart maken. Vooral nu ook met dit wat je hier zo ziet. Die prachtige jaloezieën. Ik denk dat wel echt nog mooier erbij gaat staan. Ook trouwens met die zwarte rails en de lampen. Dat die zwarte keuken echt. Oh, en bij het aquarium, ja. Ik denk dat het wel. Oeh. Dus misschien is dat nog een optie om gewoon de keuken te wrappen. Ik wist niet eens dat het bestond, joh. Klinkt ook zo raar, de keuken wrappen. Zo, Vincent. Ja, dat ziet er wel een beetje ziek uit. Ja, dat ziet er wel een beetje ziek uit. Huh? Oh, 37. Oké. Okay. Het zit volgens mij niks. Hij doet het gewoon niet. Oeh, 36,1. Oh, oké. Okay. Oh, 36 komt. Hey, bro! 34?
Zo, jongens, tijd om naar boven te gaan. En we gaan straks lekker het bed in. Oh, kijk de poes even lekker hier. Ja, Sniffo is echt een schatje. Nou, hij is echt blij dat we zo vaak zijn nu, volgens mij wel. Toch wel, hè? Denk het wel. Sniffo is blij. Ja. Ja, ondertussen krijgen wij het bad dus nog steeds niet leeg. Lekker dit. Jongens en meiden, dit was onze quarantaine dag. Er zitten nu allemaal lekker spinnen hierboven. Kijk, allemaal lekker muggen. Bam, we hebben het raam open laten staan. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van de vlog. Het is geen vlog van een half uur, zoals jullie ongeveer de laatste tijd een beetje gewend zijn van mij. Maar ik denk dat jullie wel begrijpen waarom. Ik ben überhaupt blij dat ik weer heb kunnen filmen en kunnen vloggen. Want jeetje, het was eindelijk een dag dat we weer wat konden doen. Dat we überhaupt weer konden praten met elkaar. Dat we niet de hele dag in bed lagen. Ja. We hebben elkaar gewoon weer gezien. Je hebt je make-up weer een keer kunnen doen. Je hebt... Oh. Ja, is dat nodig? Nee, maar je snapt wat ik bedoel toch? Zeg maar... Dan, dat is wel een teken van, oké, ik voel me goed. Ik, ja. Maar, jongens en meiden, morgen om 6:30 is er wel weer een nieuwe vlog online. Dus sowieso, dat kan ik jullie beloven. Tenzij ik ineens weer echt een zieke koorts krijg. Maar dat denk ik niet, jongens. Sowieso, ik ga morgen alles doen dat er morgen een vlog online komt. Maar zoals ik me de laatste 2 dagen gevoeld heb. Ik heb gewoon het gevoel alsof ik 2 dagen heb overgeslagen. Alsof ik er niet ben geweest, omdat ik gewoon alleen maar heb geslapen. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen dus. En dan zeg ik nu, love!